Dames en heren, welkom in het Hanzedagen Café, waarin we terugblikken op de Hanzedagen in Kampen. Vanuit natuurlijk de stadskazerne met allemaal mensen die iets betekend hebben tijdens de Hanzedagen. En we gaan prijzen uitreiken voor de Duiten voor Plastic actie. Een heleboel mensen hebben iets gewonnen, maar we gaan eerst even kijken naar de aftermovie. Could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you're good. Yeah. Times are changing everywhere. Bord Koelewijn. Ja, het waren super mooie dagen, mag ik zeggen. Ik vind het nog steeds ongelooflijk jammer dat ze voorbij zijn. Iedere keer waar ik ook was of waar ik ook keek, zag ik toch de burgemeester weer voorbij komen. Had u voor iedere dag iets anders aan? Nou, dat ben ik me niet heel erg bewust. Want kijk, het ging in mij om dat ik zoveel mogelijk plekken zou willen bezoeken. Met zoveel mogelijk mensen zou willen spreken. En als ik zo al die filmpjes zie, dan is me dat maar heel matig gelukt. Heeft u ze niet allemaal gesproken? Nou, er was, gelukkig zo ongelooflijk veel te doen. En zoveel mensen hebben een fantastische bijdrage geleverd. Dat ik juist ook bij de filmpje, zoals ik net zag. En ook zoals op de website Hanze 2017 is weergegeven. Daar zegt, jongen, dat was er nog en dat was er nog en dat was er nog. Dus ik heb eigenlijk niet gezien, veel wel gezien. Dus ja, die Hanzedagen had het prima nog 3 weken kunnen duren. We hadden nog wel even door, maar had u het wel echt op een gegeven moment, was u wel een beetje moe geworden, denk ik zomaar. Maar wat ik me nog heel eventjes afvroeg, we hebben er natuurlijk heel lang naartoe gewerkt, naar die Hanzedagen. Had u van tevoren ingeschat dat u alleen maar glimlachende gezichten zou zien? Nou, dat is natuurlijk een cadeautje. Er is door ontzettend veel mensen heel veel energie gestoken in de voorbereidingen. Heel veel ideeën zijn uitgewerkt en geconcretiseerd. Dus ja, er zijn duizenden mensen geweest die daar een actieve rol in hebben gehad. Dat men werkelijk tot de smile kwam. Dat is denk ik mede te danken ook aan het fantastische weer dat we met elkaar mochten genieten. Dus er was heel veel ingebouw te doen en ook heel veel buiten. Maar dat zonnetje en het weer, dat maakte het toch wel aan alle kanten fantastisch. Valt er iets te mopperen? Nou, dat vraag ik me dus inderdaad af. Tot op de dag van vandaag krijg ik nog steeds leuke kaarten uit binnen- en buitenland.
Ook complimentjes notabene van onze eigen inwoners. Van complimenten voor deze mooie Hanzedagen. Nou ja, wanneer komt het nou voor dat een gemeentebestuur complimentjes krijgt van de eigen inwoners? Dus daar moeten we toch wel heel erg zuinig op zijn. Dus daar ben ik ongelooflijk blij mee dat er zoveel mensen met een smile en met een glimlach op rondliepen. Het is ook de burgemeester van Lübeck opgevallen. Die heeft een brief gestuurd. En hij noemt allerlei plekken in onze stad. Met name, dus van het oorgat zeg maar, tot de werf. Het plantsoen tot de IJssel. En hij zegt, overal waar hij kwam, zag je inderdaad mensen met een lach op hun gezicht. En ja, dat is eigenlijk voor Hanzedagen het mooiste wat je kan overkomen. Dat schreef hij. En hij heeft ook ongelooflijk veel waardering voor al die kampenaren. En voor al die andere mensen uit Hanzesteden die dit zo fantastisch hebben georganiseerd. En daar kan ik alleen maar heel blij mee instemmen. Er valt dus niks te mopperen. We komen zo nog even terug bij de burgemeester, want we gaan prijzen uitreiken hè, samen. Dat gaan we zo ook nog even doen. We gaan mensen blij maken. Maar we gaan daarover eerst even naar Nardus. Nardus Koster, die zit hier. Moet ik even zo in mijn achteruit loop ik daarheen. Nardus, ik kan bij jou niet zitten. Dat is, mag ik daar zitten? Kijk, die jongen die loopt weg en ik kan zijn telefoon meenemen. Dan moet jij naar voren, Nardus. Ik echt hier kan, ja, daar kan ik er makkelijk doorheen. Want we gaan dus prijzen uitreiken aan mensen die hebben meegedaan aan de... Dankjewel. Ja, aan de Duiten voor Plastic actie. Ja. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Nou, dat is eigenlijk begonnen met het opzetten van een stichting. We zijn anderhalf jaar geleden een stichting begonnen. En dat is de Verenigde Zaken van Kampen. En met de Verenigde Zaken van Kampen willen we eigenlijk de inwoners van Kampen aanmoedigen om veel meer te kopen in eigen stad. Steun je eigen ondernemers, want dat is ook goed voor je eigen vereniging. Bij al die ondernemers die meedoen met de Verenigde Zaken van Kampen, die kunnen daar duiten uitgeven en die geven ze aan hun klanten mee. En die leveren dat dan weer in bij hun vereniging. En dan kan de vereniging de kas mispekken. Nou, toen hebben we gezegd, dat vinden we niet genoeg. Hè. We vinden niet genoeg om alleen maar ondernemers en verenigingen aan elkaar te koppelen. We hebben gezegd, we willen ook nog iets doen met milieuaspect. En daar zijn we vorig jaar mee begonnen bij het Vroegkolle Festival. Kon je bekertjes inruilen voor duiten. En toen zeiden we, nou, hoe groot is nou zo'n Hanze daar een evenement dat we daar... Daar moeten we toch van profiteren, daar moeten we ook iets mee doen. En zijn we in een vrij vroeg stadium, hebben van alles uit de kast getrokken. En dat mislukte eigenlijk allemaal, allemaal om financiële redenen lukte dat niet. En eigenlijk in de laatste maand kregen we ineens groen licht en we mochten dat toch gaan doen. En twee tenten ingericht en ontzettend veel jongens en meiden hebben daar iedere avond en ja, iedere middag ook het plein schoongeveegd van plastic bekertjes, flesjes en blikjes. En ontzettend veel dus voorkomen dat het de IJssel in ging. En heel veel duiten verzameld voor hun vereniging. En ze maken kans op mooie prijzen. Ja, want er zijn heel veel winkeliers die hebben iets beschikbaar gesteld. Nou, er ligt daar allemaal stapels, iets van 1700 prijzen had ik het idee. Maar sommige mensen, ik zag wat namen, joh, die kunnen wel een vrachtwagen hiervoor rijden. Want die staan er gewoon regelmatig op bij de prijswinnaars. Hebben sommige mensen niks anders gedaan? Nou, daar lijkt het wel op. En er zit hier een jongen bij ons aan tafel en die vroeg ik net van hoeveel kaarten heb je ingeleverd? Hij zegt, ik heb er 4. Nou, ik hoorde ook al iemand met 6 en een met 10. Nou, dat belooft wat, want dat betekent gewoon veel meer kans op een prijs. Er zitten een paar honderd kaarten zitten er in de tas. Daar zijn al een aantal prijzen van vooraf getrokken, want we willen de burgemeester niet 3 kwartier lang alleen maar kaartjes laten trekken. Dat is ook niet zo leuk. Dat is wel leuk, maar de, ja. Nou ja, de laatste 10 die gaat hij straks trekken en dat zijn de 10 hoofdprijzen. Nou, die hebben van de week allemaal op de Facebookpagina gestaan. En de rest, ik denk dat jij zo de eerste gaat voorlezen. Tenminste, dat hoop ik. Ik ga de eerste voorlezen. Dus ik heb echt een lijst. Er zijn in totaal bijna 80 winnaars. Dus ik doe even een paar heel snel. Als er eentje nou in de zaal zit, dan moet hij even yeah roepen. Gewoon dat hij heel blij is. En anders doen we gewoon na het rijtje even klappen voor alle mensen die iets gewonnen hebben. Dat is misschien wel zo leuk. We hebben Pim Veldhuis. Die heeft een cd van de Common Linnets gewonnen bij Blue Music. Stefan de Ruiter. Die heeft een cadeaubon van Martin Bril. Jentel Schepers, die heeft ook een cadeaubon van Martin Bril. Hoorde ik daar? Is Jentel daar? Ja, echt! Je hebt een cadeaubon van Martin Bril. Hey. Luc Weijers, die heeft ook een cadeaubon. Ellen Roorda, hetzelfde. Oh, nou, gefeliciteerd Ellen.
Pepijn Vreugdehil, die heeft, oh, dat is een mooie prijs, een pool donut van de Xenos. Ellen en Martijn hebben een cadeaubon van Charlie's. Myrthe Lievers, een cadeaubon van Hans Leurink Optiek. Pim Veldhuis, ook een cadeaubon van Hans Leurink Optiek. En meneer of mevrouw Van Engelen, een cadeaubon voor een brunch in de Groene Vlinder. En die mensen kunnen allemaal samen gaan brunchen. Want Marco Schrijver, Alicia Pickert, Martijn Schaap, Marijn Klaasens en nog een keer Martijn Schaap. Heb je nou twee keer gewonnen? Oh, je juicht gewoon even mee. Oh, jij bent Marijn Klaasen. Oh, gefeliciteerd. Je hebt ook een cadeaubon gewonnen. Nou, leuk dat ze er ook allemaal zijn. Ik dacht dat die juichten voor Martijn. Nee, dat zijn de eerste prijswinnaars. En er komen er straks dus nog een paar aan bod. Maar we gaan even kijken naar een van de meest indrukwekkende optredens tijdens de Hanse Dagen. En dan heb ik het natuurlijk over het ridderspektakel in het Stadspark. We steken de boel in de dek! Drama, hè? Ja, en daar zit je dan tussen twee ridders. Onze eigen ridder Dolf natuurlijk. En aan deze kant de heer Van Gelre. Gaat het een beetje? De klappen waren hard, maar ik ben inmiddels bijna hersteld. Hoe kijk je erop terug? Ja, ik kijk dit filmpje wat we net zagen nu voor de honderden keer. En telkens hetzelfde kippenvelgevoel. Het was absoluut een geweldig spektakel. We hebben er zelf enorm van genoten. En het was ook ontzettend gaaf om te zien hoe Kampen ervan heeft genoten en het publiek dat op de tribune zat. Dus wij kijken er met ontzettend veel genoegen naar terug. En zonder blauwe plekken? Nou, een paar. Ja, dat hoort er wel een beetje bij. Ridder Dolf, dit is natuurlijk voor jou niet nieuw, hè? Zo'n gevechtje ergens. Of was het toch wel bijzonder? Ja, natuurlijk. Dit is de eerste keer in je eigen stad, tenminste zo groot. We zijn al een jaar of 10 bezig met kleine evenementjes in de stad en steeds een opmaak naar dit grote spektakel. En ik zit weer in Zuid-Frankrijk en dan sta ik ook weer in de battle, maar dit was wel heel bijzonder. Een thuiswedstrijd natuurlijk. Wat was het mooiste eraan? Nou, het allermooiste was eigenlijk dat wij een stukje geschiedenis weer hebben kunnen geven. Van de 1427 en een stuk wat dus waar gebeurd is. En Joeri heeft daar het script voor geschreven. En dat hebben wij proberen zo goed mogelijk te vertalen. En er zaten 1100 man op de tribune iedere keer. En ze kwamen allemaal van die tribune af en ze begrepen dat stukje geschiedenis. Kijk, we staan ook wel eens op plekken. En dan wordt er voor het publiek wordt er een battle nagespeeld of gespeeld. Maar dan gaan we dus gewoon in linie staan en dan ja, met terugtrekken met een palet en dan weer met boogschutters. En dan heb je gewoon een veldslag voor het publiek. Maar dit is dus op historische feiten hebben we dit helemaal proberen na te spelen. En dat was zo bijzonder. En dan die entourage met die poort en dan die deuren er weer in. En dan die tribunes erbij. Ja, dat was kippenvel. Genieten. Ik weet wel, je staat daarin en ik heb zelf hij dan helemaal niet. Ik heb geen publiek meer. Ik ben daar. Ik ben het. Je bent je niet meer bewust van de mensen die aan het kijken zijn op dat moment? Helemaal niet. Ja. Ik heb alleen maar gewoon dit. En dan je bent het en dat ga je doen en dat ga je opvoeren. En je weet wel als je moet doen. Je weet je woorden, je weet je rol. En je weet wat voor gevechten dat te komen. En dan zit je soms wel eens, als die deuren dicht waren, zit je door zo'n kiertje te loeren. Zo, hoe zullen ze het ervaren, het publiek? En dan zitten ze allemaal op het puntje van de bank. En dan denk je van prachtig. En heb je alweer plannen, heer Van Gelre, om dit meer in Kampen en omgeving te gaan doen? Het wordt eigenlijk een beetje van ons verwacht, van onze deelnemers. Want ze zeiden van, als dit volgend jaar weer is, dan zijn we erbij. Dus mensen die hebben er op zich zin in. Maar concreet nog niet.
We hebben natuurlijk wel 30 september. Dat is een beetje iets wat gaat komen. Dat zijn blijde inkomsten hier in de stad. Dan gaat er nog een middeleeuws spektakel plaatsvinden. Maar daar zal Kampen in de komende tijd meer van gaan horen. Oh, dan horen we meer over. Nog heel even over, werd er nou iets in de brand gestoken, Dolf? Ja, die deuren. Waarom? Ja, die deuren, ze moesten verzwakt worden. De knollen kregen geen vat op die deuren. Want knollen waren toen de tijd nog niet zo sterk. En toen moest het met vuur verzwakt worden en later met de stormram dus. Maar goed, het waren niet meer de originele deuren. Want anders had die ook niet in de brand gekund natuurlijk. Oh ja, daar zit wat in. Volgens mij hebben we beelden. Laten we even kijken. Even nog terug. Hele park vol met ridders. Dat kwam er ook nog eens bij kijken natuurlijk. Heb ik nog een paar prijswinnaars. Kijken of we weer mensen blij kunnen maken. Misschien wel mensen die nu zitten te kijken. Die in hun eentje voor de computer dan zitten te doen. Menno heeft een cadeaukaart van Mobile XXL. Ik hoor de hele tijd. Het kan toch niet zijn dat iedereen die heeft meegedaan hier ook zit? Nee, het leek maar zo. Ellen Roorda. Ja, daar was je weer, Ellen. Bon. En Niels Vos heeft ook een cadeaubon van Martin Bril. Rosalie Livia heeft een cadeaubon van Sport 2000. Pim Veldhuis heeft een cadeaubon van Charlie's. En eens even kijken. Rosalind de Vries, een borreltas van de Zuivelhoeve. Ellen en Martijn, ook zo'n borreltas. Jacquin Koster, dat is gemeen, die heeft best wel af en toe wat gewonnen. En dat kan ik helemaal niet uitspreken. Ja, oh, kijk, ben jij dat? Oh, zeg het zelf nog een keer, dan kan ik het de hele tijd goed zeggen. Niet dat je misschien nog iets wint, maar... Joaquin, gefeliciteerd. Je hebt in ieder geval een borreltas. Niels Vos, lekker makkelijke naam, heeft ook een borreltas van de Zuivelhoeve. En Sam Mulder, die heeft een cadeaubon van de Rietshop Bos. Oh, ik heb er nog meer hoor. Kijk of je de... Joaquin. Ja, Joaquin Koster. Een ketting heb je gewonnen van de SOAC Experience. Bram van Lente, een two-pack met de boxers van Charlie's. Jordan Harms, een cadeaubon van Martin Bril te waarde van €20. Tatum Ravenstein, een cadeaubon van €20 van de Sport 2000. En Ellen Roorda, een cadeaubon van Charlie's. Die gaat hier weg met een hele volle portemonnee. En dan gaan we nog eens eventjes kijken wat er allemaal gebeurde in Kampen. Want het was natuurlijk bij elkaar wel een flinke organisatie waar veel mensen bij betrokken waren. Even aan het kijken wie ik eigenlijk aan het zoeken ben. Niek van der Sprong, waar ben je naartoe gegaan? Oh, dat is lekker makkelijk dichtbij. Ik denk niet dat het... Hallo meneer, mag ik even zitten? Die meneer die zit daar naar het scherm te kijken. Die denkt van waarom blijft ze daar nou staan? Omdat ik even een stoel zo... Niek, hallo. Goeiedag. Eigenlijk, ja, ik wil zeggen de organisator, maar dat mag ik natuurlijk helemaal niet zeggen. Maar wel eventorganisator. Hoe kijk jij terug op de Hanse dagen? Nou, met heel veel genoegen en net als iedereen eigenlijk. Dat het programma wat we hebben samengesteld met alle clubs en verenigingen in Kampen is bijzonder goed uitgepakt. En daar zijn we hartstikke blij mee. Maar je hebt wel eerder een groot evenement georganiseerd. Dus je zag van een beetje van tevoren al wel aankomen dat het goed ging komen. Was het beter of minder goed dan dat je verwacht had? Nou, ik denk eigenlijk wel beter dan we verwacht hadden. Omdat... Kijk, bijvoorbeeld het Bevrijdingsfestival is eigenlijk één park met een sluitje af. Maar dit is eigenlijk gebruik maken van de hele stad. Dat was ook onze opdracht om spreiding in de hele stad te bewerkstelligen. Zeg maar van de werf tot het Oorgat en vanaf de IJssel tot het plantsoen.
om zeg maar elke hoek van de straat te gebruiken. En te zorgen dat daar ook mensen plezier kunnen hebben. Wat ik zelf prettig vond was dat je tussen de... Ik woon in de binnenstad. Dus dat je dan tussendoor ook wel je weg nog kon vinden. Dus het liep niet allemaal vast. Nee, dat was ook een resultaat van die spreiding. Omdat in het verleden heb je natuurlijk wel gezien bij Zeelkampen of bij Kerstenhoutkampen. Dat concentreert zich op een klein stukje van de stad. En dan loopt het heel snel vast. En de verwachting was natuurlijk dat er veel mensen zouden komen. En het zou ook trouwens zonde zijn om alleen die stukjes van de stad te laten zien. Terwijl de stad heeft natuurlijk heel veel te bieden. En is er niet over gemopperd dat mensen zoveel moesten lopen, zulke afstanden af moesten leggen? Nou, dat heb ik niet gehoord. Ik ook niet hoor, maar ik bedenk het nu opeens. Nou, er was vooral gemopper over parkeren in de binnenstad. Joh, misschien moeten we een parkeerplaats dan net aan de zijkant hebben. Nou goed, ik vroeg me nog eventjes af en ik denk dat ik dan bij jou aan het juiste adres ben om dat te vragen. Is wat kunnen we nou van zo'n groot evenement in Kampen leren? Wat kunnen we meenemen voor de toekomst van Kampen? Nou, ik denk dat als alle verenigingen en organisaties in Kampen zelf de schouders eronder zetten, dat er heel veel te bereiken valt. Door die spreiding hebben we ook laten zien dat de stad best wel zoveel mensen aan kan. En dat er bij wijze van spreken nog best wel enkele tienduizenden mensen bij hadden gekund, verspreid over de hele stad. En vooral het chagrijn wat een beetje in het begin was van doe maar gewoon... Dat is er wel een beetje af. We hebben nu denk ik laten zien dat er fantastische dingen mogelijk zijn. Nu moeten we dus doorzetten met dit soort evenementen. Ja, dat zou ik doen als ik Kampen was. Ja, en als je organisator van dat soort evenementen was ook natuurlijk. Nou, er zijn mensen genoeg die dat ook kunnen oppakken. Oh, dat is inderdaad, daar heb je wel een punt. Nou, we gaan het natuurlijk allemaal merken wat er gaat gebeuren in Kampen. We gaan het er zo ook nog eventjes over hebben. Ik ga op zoek naar Jos van Kampen Events. Oh, handig. Helemaal achterin. Voor mij geen enkel probleem, maar voor de cameraman kan het lastig worden. Jos, wil je even hierheen komen? Oh, wat heerlijk. Als je de microfoon hebt, dan kun je gewoon aan mensen vragen of ze helemaal door het publiek heen hier willen komen. Gaan we achter een ridder staan, goed? Mag ik zelf kiezen? Ik zou oppassen voor die rechter, want die heeft een zwaard. Ja, we houden een heel klein beetje afstand. Jos, Kampen Events ook tevreden? Ja, zeker, zeker. Bijna of iets meer dan 700 bezoekers op de toren. In het park bij de Ridders hadden we een bar, dus dat was ook hartstikke gezellig tot in de late uurtjes. Dus ja. En dan was er natuurlijk de Cellenbroederspoort, dan was er het park met het full color, dus het was helemaal die kant ook uitgebreid. Hebben jullie mogelijkheden ontdekt om nog meer nieuwe dingen te gaan doen? Nou, ik vind het wel heel erg gaaf om te zien dat de organisatie, we hebben natuurlijk heel veel evenementen in de binnenstad en in de Oude Straat, op het Van Heutsplein bijvoorbeeld, maar we hebben nu rond de Bovenkerk gezien, we hebben het in het park gezien, ontzettend veel nieuwe mogelijkheden en misschien dat we daar in de toekomst wat mee kunnen natuurlijk. Ik hoor net vandaar dat er nog veel meer hele grote evenementen aankomen, wat willen jullie nog graag in Kampen? Nou, er werd volgens mij gezegd, er kunnen nog heel veel mooie... Nee, maar ik zei dat ze er ook aankomen. Ik heb nog geen idee, maar het biedt wel mogelijkheden natuurlijk. We gaan ze verzinnen en ik denk dat het ook wel goed gaat komen als ik het zo gezien heb. Dankjewel Jos, helemaal hier naartoe gekomen ook. En ik ga nog eventjes een rijtje prijswinnaars doen. Maar eerst, ik wil eerst nog even naar de binnenstadbewoners. Aad en René, waar hebben die zichzelf gezetteld in het... René gaat naar Aad wijzen en Aad naar René. Weet je wat ik doe? Ik loop hier naartoe. Als jullie nou ook naar mij toe lopen, René en Aad, dan kan de cameraman ook mee. Zo, dan ga ik hier zitten en dan laat ik ze gewoon naar me toe komen. Kan even duren. Het zijn de binnenstadbewoners, dus die klagen af en toe een beetje. Wij? Dat durf ik best te zeggen, want ik ben ook een binnenstadbewoner. Ja, ga zitten, Aad. Ga jij zitten, René? Of... We hebben een uur live op internet en dan gaan we met stoelen lopen slepen. Aad, hoe was het om als binnensteder op de eerste rang te zitten tijdens de Hansendagen? Heel leuk. Ja, ik ben zelf heel druk geweest met Ventura. Ik heb uiteindelijk geholpen om met full color opruimen. Ja, ik heb me prima vermaakt, moet ik zeggen. Ben je wel thuis geweest dan? Ik heb thuis geslapen. En waren er ook lastige momenten? Want wat we net hoorden, het parkeren. Ik weet niet waar jij geparkeerd hebt die dagen. Ik heb mijn auto bij Ventura op Binnenplein gezet. En ik heb mijn motor bij Kennissen aan de Groene Straat neergezet.
kennissen aan de Groene Straat. René, stond hij niet bij jou? Nee, hij stond niet bij mij. Hoe vond jij het, René, de Hanze Dagen voor de deur? De evenementen waren, het was gezellig, het was druk, de mensen waren vrolijk. Het was een beste impact voor de hele binnenstad. Niet alleen binnen de Burgel, maar ook daarbuiten. Ja, iedereen kreeg het mee. Anders dan Sail, wat in een hoek van de stad gebeurt, was het nu gewoon integraal door de hele stad heen. Ik heb ervaren dat de mensen in de binnenstad best wat incasseringsvermogen hebben moeten tonen. Maar ook dat de binnenstadbewoners trots zijn op hun stad en heel gastvrij geweest zijn naar de bezoekers. En zonder morgen maar even hebben laten gebeuren. En op de maandag was de stad weer van hun. Dat is heel mooi. Ik weet niet of je het kunt zien, maar ja, je kunt het ook zien. Op de achtergrond zit de burgemeester, zit zo, ja, die zit zo heel trots ja te knikken. Applaus voor de binnenstadbewoners. Ik had dat ook af en toe wel eventjes, als al die mensen voor mijn deur langskwamen en ik kwam op de fiets aan, dacht ik glimlachen, want het is leuk in Kampen. Had jij dat ook? Ik glimlach altijd, want ik vind de stad leuk. Dat is het ook natuurlijk. Wat zijn er verbeterpuntjes? Maar misschien wel, maar ik heb ook niet het hele evenement. De burgemeester heeft niet alles kunnen zien. Ik zeker ook niet. Ik ken een deel van de stad, dus ik heb stukken gekeken. En ja, er zullen best verbeterpunten zijn, maar er zal geheid in evaluatie komen. Heb jij nog geluidsoverlast gehad? Nee. Heb je nog overlast gehad van vuilnis? Nee. Heb je überhaupt ergens overlast van gehad? Nee. Oh, wat een heerlijke conclusie. Laten we dan afronden. We gaan gewoon door met een en al vrolijkheid, namelijk met het voorlezen van prijswinnaars. Ik zal even kijken hoor. Of zie je? Ik weet niet of je er meer bij zit, maar ik denk ik oefen vast. Joachim. Alleen met een N. Ik ga eerst eens kijken of die erbij zit. Ja, Osk Jentel Schepers, daar is weer een wijnpakket bij. hoe oud is Jentel, weten we dat? Dat kan naar de vader of moeder of naar de buren natuurlijk. Marco Schrijver, een cadeaubon van €20 van Gewoon. Anne Roos van den Burg, een cadeaubon voor een high tea bij de Groene Vlinder. Daniel Bruin, ook een high tea. Joachim. Daar was je weer. Ook een high tea bij de Groene Vlinder. Niels Vos, een high tea ook. En Hielke Jan Pennekoff, ook een high tea. Kunnen we met z'n allen gezellig high tea gaan doen. Niels de Munnik heeft een paar earpods van €24,99 gewonnen. Had jij die ook willen hebben, Joachim? Nee, je hebt ze wel. Je staat weer. Ik weet niet wat jij gedaan hebt tijdens de Hanze Dagen, maar je staat weer op mijn kaartje. Jacco van Dijk heeft ook die earpods. Ruby en Gwen en Martijn Schaap, Kars Eilander en Ellen. Ja. Wil je earpods? Je krijgt earpods. Oh, ik begin er echt lol in te krijgen nu. We gaan even kijken naar een filmpje, want we waren natuurlijk in de hele stad volop activiteit. Filmpjes terug te zien van de Hanze Dagen. En er zijn er heel veel gemaakt, gelukkig. Dus de burgemeester kan ook alles wat hij gemist heeft nog even zien. En René natuurlijk, die we net spraken. Naast mij Hendrik-Jan Houtsma, de directeur van Quintus. Ook een druk weekend gehad, hè? Een heel druk weekend en een heel leuk weekend gehad. Ongelooflijk, ja. Wat was het mooist? Nou, de sfeer in de stad. Ik vond het een heel... er was heel veel te doen op allerlei plekken. Tot heel druk, tot heel rustig. En het was inderdaad met een grote glimlach. Ik heb hele mooie voorstellingjes gezien. Ik ben door het park gelopen bijvoorbeeld. Ik vond een hele leuke sfeer in het kampement. Waar al die tenten stonden en de ridders. Die waren soms aan het praten of aan het weet ik wat. Ja, dat was hartstikke leuk. Ja. Het was in ieder geval ook heel veelzijdig. We hebben heel veel gezien van Kampen. We hebben heel veel gezien en gehoord van de kunst en de cultuur in Kampen. Is dit nou wat we moeten laten zien, die veelzijdigheid? Hebben we genoeg van ook de kunst en de muziek van Quintus kunnen laten zien?
Van Quintus ook zeker, ja. En van heel Kampen, denk ik, ja. Wij hebben, nou dat hebben we allemaal toe kunnen zien, maar in de Bovenkerk was muziek en dans. Op het Muntplein, theater samen met Ventura. Full Color Festival, van alles. Vuur en Vlam heb ik ook van genoten, daar op de brug vlak bij de Stadsgehoorzaal, prachtig. Ja, er was van alles en het was van goede kwaliteit, vond ik. Ja. Nou is het natuurlijk zo dat we al die voorstellingen hebben in de Stadsgehoorzaal van Quintus. We hebben natuurlijk prachtige ruimtes bij Quintus ook waar voorstellingen zijn. Maar er waren nu echt op allerlei locaties voorstellingen. Gaan we daar meer van zien de komende tijd? Jazeker. Wij vinden het belangrijk om op alle plekken in de stad te zijn. We hebben een plan samen met de Stadsgehoorzaal, met de bibliotheek, het museum en de middenstand hier om het verhaal van Kampen weer te gaan doen. En dan zijn we in en rond de stad bijvoorbeeld met een project. En zo komen er meer projecten aan, denk ik, komend jaar. Hey, we gaan nog even. Zin in. Ja. En daar hebben we veel zin in. Dat mag ik hopen. Nee, daar gaan we van genieten. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, Quintus inderdaad was er natuurlijk ook bij. Ik heb nog meer prijswinnaars. En nee, ja, je kunt ontspannen hoor, Joachim. Want het is nu even niet. Maar Roy IJsink wel, die heeft ook van die Apple Earpods gewonnen. Marijn Klaasens, zat hij er nou ook? Marijn Klaasens? Ja, jij hebt ook van die Earpods. Kijk, niet heel blij. Maar geeft hij een Pepijn Vreugdeheel. Sille Bruins. En Rodé Klaasens, die heeft een sjaal gewonnen van Woman. Was die er ook, Rodé? Echt? Oh, gefeliciteerd, Rodé. Stefan de Ruiter heeft een cadeaubon van Shubi. Marco Schrijver een cadeaubon van Shubi. Mirjam Tuinman ook eentje. Reinie Verbeek ook. En Hielke Jan Pennenkoff. Ja, jammer, die is er niet, want ik wilde wel even zien hoe het haar was van Hielke Jan. Want die heeft een knipbeurt bij Haarmode Slik gewonnen. Niels Vos, die heeft t-shirts van Charlie's gewonnen. Renzo van Dijk, die heeft iets moois gewonnen bij het Speelhuis. Pepijn Vreugdeheel, het wordt nu allemaal wel wat hoger in de prijzen trouwens ook. Die heeft twee boeken gewonnen bij Readshop Bos. Sam Mulder een kussen om lekker te slapen van Slaapadvies van Dijk. Pim Veldhuis, daar is hij weer, ook zo'n kussen. Ja, en dan gaan we eens eventjes kijken wat er allemaal te doen was in het Havenkwartier. Een en al feest door de hele stad. En hier is het ook gezellig. Ga jij eens even weg. Dan kan ik best zo tegen dit kind zeggen, want het is mijn eigen kind. Dus die kan ik best eventjes wegsturen. En dan ga ik even naast Hester Timmerman zitten, die met Aukje op schoot. Hoi Aukje. Hoi. En Hester die was betrokken bij de social media rondom de Hanse Dagen. En daar zijn we best een beetje trots op. Want er waren prachtige filmpjes te zien. Er was natuurlijk Facebook, er was Twitter. Nou ja, alles wat er maar kan zijn op het gebied van social media was er. En daarachter zat onder andere Hester. Hester, tevreden neem ik aan? Super tevreden. We hebben echt ons genoten van de cijfers. En genoten in aanloop naar de Hanse Dagen. En ook genoten tijdens de Hanse Dagen. Echt fantastisch. Wat een bereik. Wat een enthousiasme. Ja, want ik heb me laten vertellen dat het bereik van een evenement als dit in 3 dagen... het evenaarde het bedrijf van hele grote evenementen in Nederland, hè? Ja, klopt. Het is, we mogen geen cijfers noemen, maar we hebben het berekend en nagevraagd. En we horen echt tot de top-evenementen in Nederland. Hoe komt dat nou dat het zo goed ging? Een hele goede voorbereiding, hele goede planning gemaakt. Een hele goede interactie hadden. We hadden een hele snelle reactietijd ook op berichten. En vooral ook de actualiteit. We hadden tijdens het event continu nieuwe filmpjes, nieuw fotomateriaal. Dus we waren er echt bij. En we zijn er nog steeds, want we zitten hier gewoon nog weer een café te maken met z'n allen. Heel gezellig. En Aukje, wil jij mij even helpen met het voorlezen van een paar prijzen? Ja. Volgens mij kan jij dat goed. Die naam die heeft een dinerbon gewonnen bij de Bastaar. Tess Meunink. De Munnik.
Oh, de Munnik. Er zit nu een Tess Munnik dolblij bij de computer. Nee. Oh, dit is misschien wel leuk, want de volgende twee prijzen. Een dinerbon bij de Vierjaagdtijden en een kledingbon van R&M Fish. Wat? Nee, die... Ja, kun jij even zeggen wie die gewonnen heeft? Nee. Nee, ze begint er gewoon niet aan. Maar er is die weer hoor. Joachim Koster, die heeft die, allebei die prijzen in de... En Ellen heeft het al gezien op het scherm... Zeg, heb je een grote tas bij je of zo? Want je moet straks wel alles mee kunnen nemen. Hè? Nee, ze had er niet op gerekend als ik het zo zie. Ja, we gaan alweer naar het einde. Het is gewoon, dit café is bijna afgelopen. Maar de Hanzedagen zijn natuurlijk voorbij. En dan moet er opgeruimd worden. Nou, dat waren vier fantastische Hanzedagen. Sorry. En nu is de tijd van opruimen begonnen. Want ja, kampen gaat door. Periode voor de Hanzedagen. En de periode daarna, en ook dan, zal kampen er fantastisch mooi uitzien. Dit opruimen bedoelde wel met een gevoel van heimwee. De ongelooflijke samenwerking tussen allerlei organisaties. De inzet van mensen. Niemand had er moeite mee. Iedereen deed een stapje extra. Dat zou ik dat graag in de toekomst willen vasthouden. Maar jongens, we moeten aan het werk. Huppakee! We zijn wel even bezig met opruimen, want Kampen blijft natuurlijk een gastvrije Hanzestad. En we hebben zoveel moois laten zien dat ik opnieuw veel bezoekers verwacht. En dat men ook hoge verwachtingen heeft van Kampen. Hey, dat is bijzonder. Toch niet te hopen dat we straks ook nog een gesneuvelde ridder tegenkomen. Sneuvelde ridder niet. Er zitten er hier wel twee, maar die zijn in volle gezondheid. Naast mij zit stuntman Bort en die is inmiddels bijgekomen van de bijna aanrijding. Toen dit filmpje was opgenomen, waren toen meteen de handschoenen alweer uit of heb je echt nog papier lopen rapen? Ik ben natuurlijk gigantisch aan het werk geweest. Dus ik hoorde uit de hele stad hoe bestaat het dat binnen 1 of 2 dagen de hele stad alweer ontruimd is. En daar heb ik natuurlijk een fantastische bijdrage aangeleverd, dat snappen jullie wel. Ja, dat geloven wij natuurlijk volledig. Ik ga nog heel eventjes naar de man naast u, burgemeester. Gelukkig heb ik al mijn briefjes op de grond gegooid, maar ik pak er gewoon weer eventjes bij. Oh, we doen een stoelendans. Zo. Ja, maar ze schuiven niet zo lekker, dus ik ga gewoon even praten terwijl jullie dat regelen. Thomas Klaphaken van het bestuur van Kampen Marketing, die zit naast me. Miranda, wil je ook nog even aanschuiven? Kan Miranda deze kant op en dan vraag ik ondertussen aan Thomas. Hoe kijken jullie terug op de Hanzedagen? Ja, het was bijzonder. Bijzonder om de voorbereidingen te treffen als onderdeel van een meerjarenplan. Over hoe komt Kampen mooi op de kaart te staan. Nou, daar heeft dit event fantastisch bij geholpen. En wat mij het meest is opgevallen is niet alleen vrouwelijke mensen, maar de breedte van de kwaliteit. Van voedsel tot en met presentaties als de mensen zelf. En daar was ik zelf heel erg over te spreken. En daar hoort schoonmaken ook bij. Dat we eigenlijk uiteindelijk nog trotser zijn zelf op Kampen dan dat we al waren. Nou, dat denk ik. Ik denk dat er na aanloop natuurlijk een hoop te bediscussiëren valt over hoe pak je zo'n groot evenement aan. Maar uiteindelijk zie je dat goede samenwerking, maar vooral... Jezelf laten zien op een mooie manier, als gastvrouw, als gastheer. En ja, mensen ontvangen. Dat heeft me heel goed gedaan. Dat vond ik mooi. Ja, ik weet ook niet of het nou kwam dat de mensen die er waren allemaal zo aardig waren. Maar in ieder geval was inderdaad de sfeer van beide kanten ontzettend goed. Miranda, ook van Kampen Marketing. Hey, daar zit ze. Jij vertelde mij net wat we nog mee kunnen nemen naar de toekomst hiervan. Want we moeten nu natuurlijk dit beeld van Kampen doorzetten en het toeristische trekpleister nog meer maken. Wat gaan we daaraan doen? Nou ja, wat we al jaren doen is Kampen als hartelijke Hanzestad promoten. En hoe kun je nu beter je hartelijkheid laten zien als tijdens zo'n evenement? En daar hebben we natuurlijk met z'n allen heel hard voor gewerkt. En honderden vrijwilligers hebben daar ook een bijdrage aan geleverd. En die zijn allemaal nu nog trotser op Kampen geworden dan ze al waren. Dus die flow, die willen we gewoon vasthouden. En we willen met de ondernemers in gesprek, we willen met de bewoners in gesprek. Dat doen we ook al, om al die goede ideeën die er zijn in de stad ook voor de toekomst vast te houden. Want ja, Kampen is natuurlijk niet alleen maar leuk tijdens de internationale Hanzedagen, maar Kampen is elke dag leuk.
We hebben gewoon nog steeds niks te mopperen. Dus laten we dat maar zo houden en de allerlaatste prijzen uit gaan reiken. Dat doen we op een ingewikkelde manier. Ik ga daar staan. De burgemeester gaat ook daar staan. Ik stel voor dat Joaquin, die inmiddels bijna alle prijzen in zijn bezit heeft, even hier komt om de tas van Nardus vast te houden. Klinkt heel raar, hè? De tas van Nardus vasthouden. Maar in die tas zitten allemaal nog mensen die mee hebben gedaan aan de actie Plastic voor Duiten. En als jij nu, Joaquin, ik weet niet of je er nou nog steeds weer in zit, maar als jij nu die tas meeneemt en jij komt hier tussen ons in staan, sta je dan, hè? Hi Joaquin. Hoi. Ben je al blij? Ja. Dacht ik al. Dan hou je de tas een klein stukje open en dan mag de burgemeester daar een kaartje uithalen. En dan gaan we kijken wie er nog meer iets gewonnen hebben. Moet ik even mijn kaartje terugzoeken met de prijzen erop? Ah, hier heb ik het. Zijn jullie al bezig? Ja, oh, doe maar hoor. Ja, haal maar een kaartje eruit. Een kaartje. Nou, misschien mag ik terwijl ik een kaartje zoek wel zeggen dat ik zeer onder de indruk ben van het werk wat al die jongelui hebben gedaan. Ik moet zeggen dat ik zelf ook op een gegeven moment een lekker biertje liep. En die was nog niet half leeg, of er werd aangevraagd of het, het bekertje meegenomen kon. Ja, dat is ook wel eens met volle bekertjes. Even kijken. Een Nico Velsi Trax van het speelhuis. Oh, wat leuk. Weet jij wat het is? Een auto. Een bestuurbare auto. Echt? Ja. Hij weet wat het is. Het is een bestuurbare auto en die is gewonnen, burgemeester, door? Door Arjan van Dijk. Arjan van Dijk. Ja, hij heeft een account 1994@hotmail.com. Dus je kunt hem mailen om hem te feliciteren. Dat is leuk. Ja. We gaan er iets rapper doorheen nu. Ja, de burgemeester houdt de administratie bij. Die legt hem keurig op een stoel. De volgende, die krijgt een Sony Bluetooth speaker van Phonehouse. Pak er maar twee, burgemeester, want ik heb twee van die dingen. Nou, ik heb het al maar één gepakt. Dat is voor R. de Vries. Met als e-mail teun.van.dijk@hotmail.com. Dat kan helemaal niet. Hey, Teun is een e-mailadres met... R. de Vries met Teun? Nou ja, het komt wel goed hoor, burgemeester. Het komt wel. Neem er nog maar één als u wil. Gaat dit snel genoeg zo? Vraag ik even aan mensen thuis. Gaat het snel genoeg? Ja. Nou, ik heb ook heel veel complimentjes gehoord over de schoonheid van onze binnenstad. He, vooral mensen... We zijn prijs aan het uitreiken, hè, burgemeester. Ja, maar ik probeer het ondertussen te lezen. Oh, u had een lezen. Ik kan het wel voor u lezen. Dat heb ik ook wat te doen. Oh, ik kan het helemaal niet voor u lezen. Ja, Tijn. Kijk hier, iemand heeft het vertaald ook. Tijn Serpenti, die heeft ook gewonnen. Gaat u maar weer grabbelen, want anders staan we hier volgende week nog. Want op zich valt natuurlijk nog een hoop complimentjes te maken. Een Jos van Arks Penneset van Tausch, die gaat naar... Martijn Schaap. CM Schaap. Nee. Maar de burgemeester is bang dat er nog een Martijn Schaap is. Daar vind ik op zich wel eventjes heel goed over nagedacht. Een cadeaubon hebben we nog van 100 euro. Staat niet bij van wie? Gewoon iemand 100 euro gegeven. Die is voor? Die is voor Oscar. 06. Staat ook Helene de Bie bij. Dus Oscar, die een Helene de Bie kent, die heeft ook gewonnen. We hebben nog een cadeaubon van 100 euro. Nog maar 5 prijzen te gaan hoor, mensen. Dat is, staat er nou Nicolaas? Ik denk dat Sinterklaas is. Of staat er Nika Loos? Ik denk Nika Loos. Zullen we daarop gokken? Nou, Sinterklaas kan zich ook melden. Ja, die krijgt ook een cadeaubon van... Nou, laat ik dat niet te hard zeggen. Een complete outfit voor dames bij Trendy Woman. Kunt u er een dameskaartje uithalen? Is dat verschillend? Ja. Oké. Okay, zijn zachter. Ik heb hier een heel zacht kaartje. En die is voor... Jacco van Dijk. Er staat Rita. Er staat ook Rita staat erbij. Ja, die krijgt de damesoutfit, denk ik, van Jacco. Ja, ik denk die gaan naar Rita. Ja, wij beslissen dat die voor Rita is. Ik weet het niet. Een laptoprugzak. Gaat het nog, Joaquin? Ja hoor. Hij vindt dat hij er te weinig bij zit bij deze prijzen. Een laptoprugzak van McHelp. Ik heb er hier eentje voor Martijn Schaap. Is diezelfde Martijn weer, hè? Zie je, hetzelfde e-mailadres. Ja, kan dat? Ja, kan hoor. Ja, dan heeft hij waarschijnlijk heel goed meegedaan, dus dan verdient hij de prijzen ook. Een, help even, Joaquin, een General Mobile GM5 Plus D. Dat ja.
Ja, die is gewonnen, die is gedoneerd door de Phonehouse en gewonnen door... Die gaat naar Patrick van de Kolk. Ja, fijn, iemand die gewoon zijn hele naam erop geschreven heeft. Gefeliciteerd, Patrick. En een Nintendo Switch en 2 games. Oeh, dat is de hoofdprijs. Joachim? Die gaat naar Stefan de Ruiter. Ja, heel goed. Ja. Joachim vindt jammer dat hij er nu buiten valt, maar hij heeft genoeg gekregen, toch? Ik heb hier Stefan de Ruiter staan. Ja, daar doen we niks meer aan. Daar doen we niks meer aan. Mag ik 1 keer een hartelijk applaus? Dankjewel. Voor Joachim natuurlijk. Alle mensen die meegeholpen hebben met de organisatie. En natuurlijk onze eigen burgemeester. We kijken met trots terug op de Hansedagen 2017. Dank allemaal voor het komen naar het Hanse Café. Tot gauw. Dat was leuk. Hartstikke leuk.